Goedemorgen. Vandaag is voor de meesten een vrije dag. Het is droog, het is zonnig. En ik moet het hebben van het mooie weer. Dus ik ga nog even een paar uurtjes werken aan het dakkapel. Ik hoef alleen het witte houtwerk af te schilderen. En dan ben ik weer klaar voor vandaag. Dus het wordt niet zo'n lang vlogje. Kan ik ook nog een beetje genieten van het mooie weer. In de tuin werken. Schuurtje opruimen. Je kent het allemaal wel. Ik ben niet zo heel vroeg begonnen. Nu 8:15. Vorig jaar begon ik altijd om 7 uur, maar ik merkte toch wel dat ik 's middags een beetje inkakte. Ik doe na het werk ook nog fitness. Ik noem het fitness, maar ik kan het ook bodybuilding noemen. Krachttraining. En dat is mijn hobby. En om daar nog een beetje energie voor te hebben, begin ik nu wat later. Iets harder doorwerken. Ik ben inmiddels aangekomen op de klus. Ik zie jullie zo. De raampjes zijn mooi droog. Er is niet heel veel stof in gewaaid, maar het is altijd wel wat. Is het niet regen, is het niet zon, is het wel bloesem. Ik heb altijd ruzie met regen, wind, bloesem, stof. Ik begin weer met het afwassen van het houtwerk, want er kan altijd weer stof opgewaaid zijn. En het is ook nog een beetje vochtig. Hier en daar nog een beetje kit. Ook de goten weer even schoonmaken. Ik gebruik een roller om de verf op te zetten. Daarna met de kwast verdelen. En een klein jonnetje voor in de hoekjes. Zet even een lekker muziekje aan. De eerste laklaag zit erop, 48 uur lang drogen, heel lichtjes opschuren, stofjes eruit en dan opnieuw aflakken. En dan blijft de glans er sowieso weer 10 jaar op zitten. Ik zie nog een paar kleine dingetjes die moeten geplameerd worden. Dat doe ik met snelplameur, want dit streeft wel naar perfectie. Het blijft natuurlijk handwerk. Ik ben er wel alles aan doen om zo netjes mogelijk af te leveren. Daar heeft de klant plezier van, maar ik zelf ook. En dat is de hele reden waarom ik liefde voor het vak heb. Elke dag is er weer ander lichtinval. En dan zie je weer andere dingen. Maar je moet een beetje een tussenweg vinden. De plamuurplekken kunnen droog. Ik ga even een hapje eten en een bakje koffie nemen. Zo, de koffie zit er weer in. Ik ga weer verder met afschilderen.
donkere 48 uur gedroogd is. De glas laten super strak afplakken. Hele mooie strakke lijnen maken. Daarvoor moet het eerst even wat droger worden. Zo, ik ga de spulletjes even opruimen. Ik ben weer klaar voor vandaag. En genieten van het mooie weer. Wil je nog meer van dit soort filmpjes zien? Volg me op Instagram of abonneer. Een hele fijne avond en hopelijk tot morgen.